ik weer met een nieuwe video. Ik ben Eva en wat leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag heb ik een soort van Get Productive With Me video. Wow, wat is mijn Engels toch weer geweldig. Ik plan af en toe wel eens een productieve dag in. Vooral omdat ik dan bijvoorbeeld dingen moet inhalen. Of omdat ik gewoon super veel te doen heb. En dan denk ik van oké, ik ga gewoon vroeg opstaan. De hele dag dingen doen totdat ik af heb wat ik af moet hebben. Dat heb ik dus in deze video voor jullie gefilmd. Ik zou zeggen, veel succes met alles wat je moet gaan doen voor school of iets waar je productief mee bezig wil zijn. En heel veel plezier met kijken naar deze video. Goedemorgen jongens, we starten deze dag lekker vroeg. Ik ben namelijk meer een ochtendpersoon dan een avondpersoon. Dus ik vind het fijner om veel dingen in de ochtend te doen dan in de avond. En daar gaan we ook lekker mee beginnen. Let's go! Ik pak even alles erbij wat ik nodig heb, want ik wil namelijk even een planning gaan maken. Ik was 2 weken ziek geweest en daardoor had ik echt superveel van school gemist. Ik zit in mijn examenjaar, dus dan mis je best wel veel in die weken. En ja, ik had gewoon heel veel dingen die ik moest inhalen en heel veel nieuwe dingen waarvan ik niet wist dat het moest. Dus ja, dat ging weer helemaal lekker natuurlijk. Maar ja, ik probeer in ieder geval weer even overzicht te krijgen in alles wat ik moet doen en al had moeten doen. Dus dat ben ik even aan het inplannen in mijn agenda. In mijn agenda zet ik eigenlijk alles een beetje globaal, dus de data wanneer ik iets af moet hebben. Maar vervolgens pak ik mijn planner erbij, die gebruik ik eigenlijk veel vaker. En daar schrijf ik per dag op wat ik wil gaan doen. Nou, als ik eenmaal even overzicht heb in wat ik vandaag ga doen en wat mij de komende week een beetje te wachten staat, ga ik naar beneden, want ik hou van ontbijt en ik ga gewoon even ontbijten, want dat is lekker. Ja, mooi verhaal. Oké, dit is iets minder productief, maar ik vind dat 1 afleveringetje Netflix wel kan. Nou, dan gaan we echt een beetje beginnen, want ik ga eerst even mijn kamer opruimen. Ik vind dat gewoon chill om te doen. Vooral als het gewoon even netjes is, dan heb ik meer overzicht ofzo. Beginnen die ik gemaakt heb. Het eerste wat ik ga doen is mijn wiskundeherkansing aanvragen. Je mag 1 ding herkansen per examenperiode, dus daar ging ik ook lekker voor. Dan het volgende. Ik moest namelijk in de lessen van tekenen al heel de tijd een opdracht maken, maar elke keer had ik geen inspiratie en lukt het niet. Toen was ik 2 weken ziek, waardoor ik het eigenlijk al ingeleverd moest hebben, dus moest ik het thuis gaan maken. Super nice. Het kostte nogal veel tijd om dit allemaal in te kleuren met de tekenskills die ik niet heb. Het was in ieder geval wel zo'n ding waarvan ik dacht, oké, dit heb ik ook weer af, dit kan ik ook weer inleveren. Dus dat is top, want daar is deze dag ook voor. Ik besluit dat het tijd is voor een pauze, want ik kan persoonlijk niet aan 1 stuk doorwerken, super lang. Dus ja, na maximaal 1,5 uur iets doen, moet ik wel een pauze nemen. En dan ben ik weer klaar om verder te gaan. Het volgende wat ik ga doen is geschiedenis. Ik had daar namelijk ook een paar lessen van gemist en ik dacht, ja, laat ik dat ook maar eens een keertje gaan inhalen.
Ik vind samenvatten eerlijk gezegd niet zo erg. Ik doe gewoon een muziekje aan en ik ga gewoon al één stuk door. Ik moet wel een beetje focus hebben, maar uiteindelijk lukt het altijd wel. En zo zien mijn samenvattingen eruit. En na een tijdje ben ik daar dan klaar mee. En hebben we alweer 3 dingen van mijn to-do-list afgehaald. Nou jongens, gaat toch best wel goed. Verder met Duits teksten, want we krijgen namelijk voor het volgende SE een mondeling en dan moet je die teksten kennen, dus dat moet ik eerst gaan samenvatten. Ja, dit is nice, zin in, echt leuk. Ik vind Duits nooit zo moeilijk, maar het is meer het ding dat het best veel is. En ja, dat maakt het gewoon wat minder leuk. Weet je, als ik het nu niet doe, moet ik het toch een andere keer doen. Dus je kan het maar beter gewoon gelijk doen. En dan ben je er weer vanaf. Dat is ook wel een fijn idee. Nou jongens, het is zover. Ik ben klaar met de Duits teksten. Het werd dus tijd, want ik ben er echt heel lang mee bezig geweest. En ik besluit ook MAW, maatschappijwetenschappen, te schrappen. Want ik kwam erachter dat ik daar niet zoveel van gemist had. En is het tijd om mijn profielwerkstukplan te maken, want die moet ik bijna inleveren en ik heb er heel lang niks meer aan gedaan. Dus ik moet even kijken hoe ik het ga inplannen totdat ik het moet inleveren. Zodra ik dat gedaan heb, film ik de maan, want de maan is cool. Het volgende op mijn to-do-list is om een YouTube-planning te maken, eindelijk. Ja, dat heb ik ook een tijdje niet gedaan, maar daar gaan we dus weer helemaal voor, want ik had superveel leuke ideeën. Dus dat schrijf ik altijd meteen op. En ja, ik maak gewoon een planning wat ik wanneer wil. Dus dat kunnen we ook weer afstrepen als dat eenmaal gebeurd is. En tot slot besluit ik te beginnen met het lezen van boeken voor een boekvergelijking. Maar dat gebeurt natuurlijk niet zo in één dag, dus we gaan verder naar de volgende dag. Nou, ik heb op mijn telefoon staan wat er precies moet gebeuren. Ik moet dus 2 boeken lezen en daar een heel verslag over maken. Uiteindelijk heb ik in ieder geval langer dan die dag gedaan over het maken van het Nederlands verslag. Want het was gewoon echt bizar veel. Ik heb wel allebei de boeken gelezen, dat wel. Maar ja, dat ging gewoon niet in één dag. Maar toen het ingeleverd was, had ik wel echt even een fijn gevoel. Want ik was er gewoon super lang mee bezig. En dat was dan ook meteen het laatste wat ik kon afstrepen van mijn to-do-list. En dus het einde van deze video. Nou jongens, dat was het weer voor vandaag. Ik heb al mijn taken afgerond gekregen. Ik hoop in ieder geval dat dat voor jullie ook het geval was. En was het dan ook zo? Laat het even in de comments weten. Vond je deze video nou handig en leuk om naar te kijken? Doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je daar zin in hebt. En dan zie ik jullie ook de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei!